Terwijl PSV en ook Jong PSV al een tijdje begonnen zijn aan de competitie, begint ook PSV FC Eindhoven aan de start van de Benelink. Op vrijdagavond op het sportscomplex Zeelst van Una in Veldhoven speelde PSV FC Eindhoven haar eerste wedstrijd tegen het Belgische Lierse SK. En PSV FC Eindhoven krijgt ook meteen de eerste kans, het 1-2'tje met Van der Donk en Vermeulen. In eerste instantie nog gered door keepster Dorien Peters, dan Sabine Becks over de keepster heen op de paal. Zo laat PSV FC Eindhoven zich meteen gelden in Veldhoven. De ploeg van Nebojša Vukovic sloot vorig seizoen af met een nogal volle ziekenboeg. En dat is de start van dit seizoen niet anders, maar toch laat de ploeg dus zien wat het waard is. Van der Donk wordt hier weggestuurd door Corine Peels. Eén man voorbij, dan ook de tweede voorbij, schieten op goal met links. Maar dit schot is een prooi voor Dorien Peters. Deze uittrap van Peters is iets minder via Hendricks. Vermeulen weggestuurd en daar de 1-0. Opslag van rust. Komt PSV FC Eindhoven dus op een 1-0 voorsprong. Een slechte uittrap van Peters. Goede kopbal van Hendricks. En Vermeulen als een echte spits maakt ze die 1-0. Dan in de tweede helft, als het inmiddels donker geworden is op Sportpark Zeelst. Krijgt Becks hier aan de zijkant de bal. Verspeelt hij dan. Hendricks herstelt. En dan hoort hij het fluitje van de scheids. Een overtreding van Silkelijnen. Ook de gele kaart lijkt een beetje zwaar bestraft. Maar de vrije trap staat. Jette van Vlerken achter de bal. Die bal lijkt al een beetje te dicht bij de goal, maar die gaat over de keepster heen. Iedereen verwacht een voorzet. Maar Jette van Vlerken schiet de bal in één keer over doelvrouw Dorien Peters heen. En wat een prachtige vrije trap is dat dan. 2-0 voor, niks aan de hand, alles onder controle. Dan hoeft PSV FC Eindhoven die wedstrijd alleen nog maar uit te spelen. Bouarat verliest hier de bal. Herstelt dat met een overtreding, ze heeft al geel op zak. En scheidsrechter Van Essen vindt dit een tweede gele kaart waard. Dat is dus rood en PSV FC Eindhoven moet verder met 10 man. Met nog 10 minuten te spelen. Zal Lierse SK die druk opvoeren? Dan is het maar de vraag of PSV FC Eindhoven die voorsprong van 2-0 kan vasthouden. Mermans. De lange bal op Dominique Vugts en daar vlak voor tijd de 2-1. Goeie lange bal van Lien Mermans. Een goede controle van Dominique Vugts. Even dat stapje opzij en Angela Chris is verslagen. Maar daar zal het ook bij blijven. PSV FC Eindhoven wint de eerste wedstrijd van het seizoen met 2-1 van Lierse SK. Nou, was overtreding op middenveld, op het hoogte van de koud denk ik. Ik dacht eerst zou ik hem voorgeven en toen zag ik de keeper een stukje naar voren stappen. Dus ik denk, probeer het maar eens. Als een echte vedette dan loop je weg alsof je dit wekelijks doet. Ja, dat had misschien iets minder gekund, maar ik denk dat dat wel mag op zo'n moment. Ja, dat was helemaal onder controle, maar dat is ook denk ik wat geeft met jonge groep te maken. Voor die zelf een beetje moeilijker gaan te maken, tweede hele kaart eisen. En normaal, met ondertal, kom jij in serieuze problemen. Maar nu goed de rug recht gehouden en toch vol kunnen houden? Ja, dat wel. Gelukkig wel, maar wel absoluut verdiend. Want wij zijn echt goed gespeeld, de hele wedstrijd. Die jonge ploeg laat echt het gezicht zien. En dat is voor hun ontwikkeling heel goed om echt extra beloning te hebben voor alles wat zijn wij tot nu toe neergezet.